Hoi, ik sta hier vandaag voor de Hogeschool van Amsterdam voor het Nicolaas Tulphuis, hier achter mij. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de inhoud van de studie en de inhoud van de opleiding. Daarvoor gaan we vandaag kijken bij ergotherapie en daarna wil ik het nog even hebben met jullie over de Nationale Studentenenquête. Hallo, ik ben Marjane Steltman, ik ben propeduizencoördinator en docent aan de opleiding ergotherapie. De vraag was of ik wat wilde vertellen over hoe wij de informatie uit de Nationale Studentenenquête toepassen in ons onderwijs. Een belangrijk punt daarbij is het meer van de praktijk in huis halen bij ons op de opleiding. Zoals jullie zien, ik zit hier op een bank, het is in ons praktijkhuis. Wij hebben hier bijvoorbeeld een huis laten bouwen van 90 vierkante meter, waarin studenten daadwerkelijk oefenen. Eigenlijk op de plek waar ze uiteindelijk ook hun cliënten kunnen gaan zien. Dat is dus niet in een lokaal. Maar dat is echt een oud vrouwtje wat hier op de bank zit en waar je met de cliënt in gesprek gaat. Dat zijn punten die uit de Nationale Studentenenquête zijn gekomen. We hebben 2 jaar terug hebben wij ons onderwijsverleden aangepast. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstieken aangeleverd door ergotherapeuten die geanonimiseerd zijn. Dus die zijn verwerkt zodat jullie ze wel uit de praktijk krijgen, maar dat ze niet meer herkenbaar zijn. Studenten gaan ook naar basisscholen toe. Studenten gaan in de wijk. Ze hebben in Amsterdam rondgelopen om met de wijkbewoners te spreken. En zo proberen wij echt de daadwerkelijke praktijk steeds meer in huis te halen. Nou, zoals jullie net gehoord hebben, is het heel erg belangrijk dat jullie de Nationale Studentenenquête invullen. De HVA streeft ernaar om elk jaar weer met de resultaten iets te doen. Dus, allemaal invullen. Willen jullie ook nog de video zien over de studielast? Dan klik dan hier. Wil je een video zien over andere dingen die te doen zijn in de HVA? Die is hier. En abonneren op het kanaal doe je hier. Superleuke opleiding, als ik even aan mag. We hebben een superleuke opleiding, veel creativiteit, leuke mensen. Diversiteit ook.